Ik ben vandaag in de Polderpoort in Vlaardingen en we hebben afgesproken met Hanno. Hoi Lizzie. Hallo Hanno. Hoi. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag sportief wandelen. Toch? Ja, we gaan lekker bewegen, oefeningen doen onderweg en rond de 7 kilometertjes denk ik. Zo, mooi. Ja, lekker. Nou, hartstikke dus, leuk. Dus wat mij betreft kunnen we gaan. Top. Ja. Zo, hoeveel kilometer gaan we lopen? Ja, ongeveer rond de 7 kilometer. We moeten het even afwachten, want het is hier en daar nog erg nat hier in de polder. Maar rond de 7 kilometer. Oké. Okay. Ja. Gaan we nog leuke oefeningen doen? We gaan zeker mooie oefeningen doen. We beginnen straks met wat warming-up oefeningen. En daarna gaan we weer wandelen. En we stoppen weer op een geschikte plaats. En dan gaan we van alles doen eigenlijk. Met onze benen, buikspieren, armen, alles. Ja, ik vind het leuk, het is gezellig. Mensen praten veel met elkaar. Ze doen heel erg actief mee. Het is leuk om te zien. Ik zei, het is een, mag best wel zeggen, een sociale groep. Maar het zijn natuurlijk, de doelgroep is wat middelbare leeftijd. Hè? Mm-hmm. Maar goed, er lopen ook wel eens jonge mensen mee. Ja, van wat voor leeftijd? Ja, soms in de 20 of net in de 30. Maar in ieder geval, ja, het is maar wat je jong doet. Uh-huh. Maar die komen best wel eens terug met een natte rug. En poepoe, was best wel zwaar. Deze dame die voorop loopt bijvoorbeeld, de linker dame, nou ja, als die losgaat, dan gaat ze los hoor. Dan is het dit tempo. Oké. Okay. En vaak zeg ik dan, nou, we lopen tot daar en daar. En als je daar bent, keer je even om, kom je de laatste ophalen en dan is de groep weer bij elkaar. Oké. Okay. Dus geen probleem dat je verschillende groepen hebt? Dat, Nou, je moet wel een klein beetje conditie hebben natuurlijk, maar het is eigenlijk geen probleem. Nou, waarom moeten mensen meelopen? Natuurlijk voor hun gezondheid, voor kracht op te doen. En vooral voor de gezelligheid. Daarbuiten ook nog even je hoofd leegmaken. Want dat is lekker om in het groen en buiten te lopen. Mooi.